wil jou graag wat vragen stellen over het onderzoek wat jullie gehouden hebben als LCA. Kun je misschien iets vertellen over het onderzoek? Hoe hebben jullie dat gehouden? Ja, ik heb hier het boek Om het hart van jongeren. Nou, er is natuurlijk heel wat aan vooraf gegaan. We hebben in 2008 een enquête opgesteld met 73 vragen en stellingen rondom leren en leven van onze jongeren. Die enquête hebben we toegestuurd naar de predikanten van alle gemeenten die bij het LCA aangesloten zijn. We hebben hun gevraagd die onder hun jongeren af te nemen. Dat hebben ze gedaan. We hebben ruim 3000 ingevulde enquêtes teruggekregen. Dat is heel erg veel. En dat is gedaan door jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 21 jaar. Waarbij sommigen nog op de basisschool zaten en de bovengrens op HBO, universiteit, zit. Nou, vervolgens hebben wij een aantal kundige mensen in de arm genomen. Marion Verduin, postdoctoraal onderzoeker, die heeft de onderzoeksvragen opgesteld. Die heeft op een hele kundige manier de resultaten uitgewerkt. We hebben een commissie aangesteld met mensen van verschillende achtergronden, zoals een theoloog en een psycholoog, die hebben meegedacht en meegelezen. En op die manier zijn de resultaten eigenlijk verwerkt aan de hand van verschillende onderwerpen. Heb ik zelf geprobeerd om de link te leggen naar de doelgroep, de ambtsdragers, de leidinggevende. En in het boek komen ook jongeren aan het woord die hun reactie geven op de resultaten. Dus dat is een beetje de achtergrond en de inhoud van het onderzoek. Mooi. Kun je heel specifiek even ingaan op het thema bijbewijs en de resultaten die je daar aansprekend vindt? Ja, ik heb hier een dia voor me liggen met een aantal resultaten. Ik lees voor, ruim een derde van de jongeren leest dagelijks voor zichzelf persoonlijk uit de Bijbel. Een derde geeft aan dat ze dit zelden of nooit doen. En we hebben het dan over het persoonlijk Bijbellezen. Dus niet het Bijbellezen als gezin aan tafel, maar het persoonlijk Bijbellezen. En meer dan de helft van de jongeren, 55%, geeft aan dat als ze de Bijbel lezen, dat ze hem soms of nooit begrijpen. En de jongeren die aangeven van ik begrijp wat ik lees, dat is niet zo heel verwonderlijk. Dat zijn vaak de jongeren die wat ouder zijn of die een opleiding volgen van een hoger niveau. Wat doen die resultaten met jouzelf? Wat voel je daarbij, zeg maar? Nou, twee dingen die mij opvielen waren eigenlijk de mate waarin er Bijbel gelezen wordt of juist niet Bijbel gelezen wordt. En het begrijpen of het niet begrijpen van de Bijbel. Ik wil nadrukkelijk beginnen dat ik daarover geen waardeoordeel uit wil spreken. In de zin van, oh wat erg dat onze jongeren zo weinig de Bijbel lezen. Of dat ze er zo weinig van begrijpen. Want ik ben wel benieuwd wat de resultaten zouden zijn geweest als we dit onderzoek onder volwassenen hadden afgenomen. Als ik hem zelf had ingevuld, wat was er dan uitgekomen? Tegelijkertijd, dat gezegd hebben, het houdt me wel bezig dat ik denk van we hebben een ongelooflijk geschenk gekregen in de Bijbel. Het is het woord waarin God zich bekend maakt. Het wordt wel een liefdesbrief van God genoemd. Er zijn volken die Bijbel helemaal niet in hun eigen taal hebben. En wij hebben die Bijbel. Hoe komt het nu dat het zo moeilijk is om eruit te lezen, om de moeite te nemen om hem echt te onderzoeken, om te begrijpen wat er staat? En ja, dat grijpt me wel aan. Voor mezelf, voor onze jongeren. En ik zie voor ons als jongerenorganisatie ook heel duidelijk de taak om in het gesprek en in de omgang met jongeren na te gaan. Hoe komt het nou dat het zo lastig is om er tijd voor vrij te maken? Om door te lezen, te bidden tot echt duidelijk is wat er staat. En ik denk dat wij na moeten denken hoe we hen daarbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld door naar alternatieve manieren van Bijbellezen te zoeken. Om maar één voorbeeld te noemen. Ik kan me voorstellen dat jij als jeugdwerkadviseur van het LCA ook soms best ook wel jongeren zelf spreekt. Misschien een combinatie van die twee. Wat hoor je dan terug van deze dingen? Wat vinden jongeren nou zo heel specifiek moeilijk om dat te gaan doen? Nou, misschien is het beste als ik hun zelf maar aan het woord laat. Ik heb die vraag gesteld aan onder andere twee meiden. Op het moment dat ze deze vraag kregen, waren ze allebei 16 jaar. En toen heb ik hun gevraagd, wat vind je nou het moeilijkst bij Bijbellezen?
Nou, toen gaf de een aan, ik vind het moeilijk om er tijd voor vrij te maken. Vaak ben ik 's avonds al moe en heb ik er 's ochtends geen tijd voor. En ik vind het vaak ook moeilijk om te begrijpen. Het andere meisje gaf aan, het moeilijkste aan Bijbellezen vind ik om het elke dag vol te houden. De verleiding om het een keertje over te slaan is best groot. En natuurlijk heeft het zijn ups en downs. Er zijn periodes waarin je veel leest en periodes waarin je makkelijk een keertje overslaat. En dat zijn dingen die ik wel heel vaak hoor. Nog niet eens de onwil, maar je moet er tijd voor vrijmaken. En ik denk, om de tijd voor vrij te maken, moet je er ook de relevantie van inzien. Er zijn zoveel dingen, je huis, MSN, school, vrienden, die aandacht vragen. Waarom zou je nou de Bijbel lezen? En wat dat betreft vind ik zelf het boekje van Laurens Snoek heel goed. Het heet Waarom zou ik de Bijbel lezen? En hij richt het echt aan jongeren, waarin hij allemaal redenen geeft waarom het nou zo relevant is en belangrijk om die Bijbel te gaan lezen. En ik denk dat je daar moet beginnen om dat duidelijk te kunnen maken en vervolgens te kijken van hoe kun je daarbij helpen. Heb je verder nog tips dat je denkt van nou, hoe kun je ze dan echt helpen? Je hebt gezegd van nou, zoek eens naar een alternatief. Ja, misschien kunnen we daar verder naar kijken, maar ja, voor nu zeg maar wat. Heb je verder nog andere ideeën? Dus je zegt van op die manier, daar gaat het zeker beter. Nou, dat is wel een heel wat om te zeggen. Dan gaat het zeker beter. We hebben wel naar aanleiding van deze resultaten nagedacht. Wat kunnen wij nou langs verschillende kanalen daaraan doen? Dus of het nou is via de leidinggevende, via de ouders. En ik heb het ook aan deze mensen zelf gevraagd. Ik kreeg laatst een mail van een vader die heel dankbaar vertelde dat hij met 4 van zijn kinderen het heiligavondmaal mocht vieren. En toen vroeg ik daarop door en toen als eerste gaf hij aan van alleen aan God de eer. Maar toen zei hij ook wel dat God het gebruik van de middelen had willen zegenen, de huisgodsdienst in het gezin. Maar wat hij ook heel sterk benadrukte was, zoek nou in het dagelijks leven momenten waaraan je het evangelie kan verbinden. Zodat het niet twee werelden zijn, de wereld van de Bijbel en het leven van alle dag. Maar dat het een twee-eenheid wordt. Dus als gezin de Bijbel lezen aan tafel, zorgen dat je maaltijden met elkaar gebruikt. Niet te lange stukken lezen, maar liever iets korter. En dat je tijd hebt om iets uit te leggen. Er zijn ook methoden die daarbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld een dagboek of een huisgodsdienstmethode. Ik heb hier bijvoorbeeld het dagboek Raak liggen voor jongeren, waarin je in korte stukjes met een opdracht, eenvoudige taal, probeert om de Bijbel heel dichtbij te brengen. Alleen dan maak je het nog een soort van consumptief, in de zin van je bemediteert het woord al voor de jongeren. En we vinden het ook wel heel belangrijk om jongeren echt zelf de Bijbel te leren lezen. Dus om ze handvatten in handen te geven. Hoe doe ik nou Bijbelstudie? Dat kan bijvoorbeeld door een alternatieve methode, zoals door de Zweedse methode. En dat zijn dingen die we ook wel aan onze leidinggevenden doorgeven. We hebben een inventarisatie gemaakt van de Bijbelstudiemethode die wij kennen. En hoe je die nou met jongeren kan gebruiken, zodat ze aan de ene kant niet alleen het met mooie dagboekstukjes hoeven te doen, maar dat ze zo ook zelf echt de Bijbel kunnen gaan onderzoeken. Op welke manier kunnen jullie als jongerenorganisatie nou nog bepaalde adviezen geven, een bepaalde structuur bieden aan jongeren? Wat doen jullie daar? Welke tips heb je op dat gebied? Nou, als eerste bieden we via onze website elke dag een Bijbeltekst aan, via dagelijks woord, zodat jongeren elke dag een andere Bijbeltekst te zien krijgen. En daarbij hebben we een Bijbelleesrooster, dat doen we in samenwerking met het RD, zodat jongeren ook echt niet zomaar hapsnap door de Bijbel gaan, maar gericht als het ware via een leidraad de Bijbel door kunnen lezen. Dus dat zijn zomaar twee voorbeelden hoe we dat nu vormgeven. En we zijn ook wel aan het nadenken in de toekomst hoe we daar nog op andere manieren vorm aan kunnen geven. Bijvoorbeeld via een app, maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. Hoor je er wel eens wat van terug? Hele persoonlijke verhalen van jongeren? En dat gebeurt vooral naar aanleiding van onze Bijbelstudieconferenties. We organiseren 3 keer in het jaar, dit jaar voor het eerst 4 keer in het jaar, Bijbelstudieconferenties. Ik heb hier de posters hangen, zwart of wit. En heilig leven, dus dan kiezen we een Bijbelboek of een thema en denken we een heel weekend met jongeren heel intensief daarover na. Op vrijdagavond horen ze een lezing, zaterdagmorgen, zaterdagavond, zondag 2 preken die allemaal over datzelfde Bijbelboek of datzelfde thema gaan.
Vorig jaar hadden we Malachi en toen heb ik heel veel reacties ook van jongeren gekregen. Ik wist amper dat Malachi in de Bijbel stond. Ik kende het Bijbelboek heel slecht. En ik vind het zo bijzonder dat deze dingen in dit Bijbelboek staan en dat het voor mij ook nog zoveel te zeggen heeft. Ja, dat is zomaar één voorbeeld waaruit je merkt dat als jongeren met de Bijbel bezig gaan en daar ook bij geholpen worden, zoals in het verband van de Bijbelstudieconferentie, dat ze dan zo verrast en enthousiast zijn over ja, wat ze dan met elkaar vinden en ook in de gesprekken met elkaar elkaar mee kunnen geven. Kunnen jongeren ook elkaar helpen om echt stille tijd te doen? Heb je daar tips voor? Het is afhankelijk hoe een jongere is en wat bij hem of haar past. Je ziet bijvoorbeeld, ik weet van hoger opgeleide jongere studenten die via internet dezelfde Bijbelstudiemethode doen en dat voor zichzelf lezen, bestuderen, daar met elkaar over spreken. Ik weet het ook van mensen die dat aan de hand van een boekje van dominee van Cote doen. Maar goed, dan heb je jongeren te pakken die van lezen houden. Terwijl denk ik ook heel belangrijk is dat we kijken hoe kun je nou jongeren die niet van lezen houden ook helpen met hun stille tijd.